FC Lisse TV wordt mede mogelijk gemaakt door Van der Meer, administratiekantoor, administraties, jaarrekeningen, inkomstenbelasting, belastingadvies. 9, 8, 7, 6, 5. Wordsworth. Kijk eens wat een techniek deze man nu al op deze jonge leeftijd bezit. Gaat op de keeper af van VBOG en scoort schitterend. Oliver Wordsworth. Ik heb geoefend, hè. Dus. Wat een doelpunt! Daarvoor komen mensen naar een voetbalveld. Schitterende goal. Gemaakt door FC Lisse. 2-0. Doelpuntenmaker nummer 17. Breekt de stand op 3-0. Doelpunt te maken, nummer 9. Rudy van der Putten. Oh!
minuut 87. En daar is hij dan. De vierde goal van FC Lisse. Doelpunt te maken nummer 14, Luca Tarani. Eén. Oussama Siali, we hebben begrepen dat jij afgelopen donderdag extra geoefend hebt. Ja, dat klopt. Ik doe dat altijd. Doe ik samen met Boyd en met Ejoep eigenlijk. Dit keer gingen zij iets eerder naar binnen. Maar ik pak altijd 3-4 ballen voor mezelf. En dan op de donderdagavondtraining zijn we dan een uur klaar. En dan pak ik nog even een kwartier lang. Gewoon lekker rammen op die goal. En vandaag vliegt hij er lekker in. Kun je even beschrijven hoe die erin ging? Zit dat in je hoofd op dat moment van de gaat ja, doen? Ja, we trainen daar vaak op dat ook Bert zeg maar, die loopactie maakt. Waardoor er ruimte wordt gecreëerd. Want de verdediger moet dan kiezen of hij op mij gaat stappen of met Bert mee gaat lopen. En nu kan ik hem naar binnen gaan en normaal steken. Dit kon ik vrijuit in de verre hoek schieten. Hij werd licht getoucheerd, moet ik wel eerlijk toegeven, maar hij zou er volgens mij zo in vliegen. En dan is het gewoon genieten, want jullie speelden daarna gewoon fantastisch voetbal eigenlijk, hè? Ja, we groeien er steeds meer in. Tegen Odin hadden we al een prima wedstrijd. Maar ook vaker in het seizoen hebben we gewoon prima voetbal laten zien. Alleen dit keer zie je dat het kwartje ons kant op.